Raad eerst aanzet voor betere recreatieplek. Deze motie wordt ingediend door Tessa Stukboom van Studenten Starter. Mede namens mevrouw Schilderman van D66, mevrouw Meering van de VVD, mevrouw Swinkels van CDA en de heer Bos van Stadsplan Utrecht. Het woord is aan mevrouw Stukboom. Ja, dank u wel, voorzitter. De Munt is druk, soms te druk, en de bezoekers geven overlast die niet altijd goed te praten is. Zo hebben wij ook begrepen van bewoners. Die overlast keuren wij niet goed. Integendeel, het geeft een nare bijsmaak aan een van de mooiste stukjes van Utrecht. Maar voorzitter, daar raak ik ook meteen de kern. De Munt is een van de mooiste stukjes Utrecht voor ontzettend veel mensen, jong en oud. Mensen hebben behoefte om naar buiten te gaan, willen zwemmen, spelen, met elkaar te zijn. Dat gevoel is in deze tijd met corona iets wat sterker is dan ooit. Dat hebben we ook gezien afgelopen zomer, waar veel meer mensen gedwongen zijn in eigen land en stad wat verkoeling en plezier moesten zoeken. Voorzitter, deze motie gaat nog niet over de inhoud wat we daarvan vinden. Daarvoor roepen we juist op om een goed proces om het later met elkaar erover te hebben. Een proces waarin we als Utrechtse Raad onze wensen en bedenken kunnen meegeven. Dat vraagt om een breder gesprek. Een breder gesprek over de openbare ruimte, het mogelijk maken van meer recreatieplekken met zwemwater en een manier waarop we bezoekers van deze plekken meer kunnen spreiden. Hoe zorgen we ervoor dat overlast door afval, verkeerd geparkeerde fietsen en dergelijke op te lossen zijn in plaats van zomaar een gebied af te sluiten? We willen daar vooral inzetten op ook alternatieven. Daarom, voorzitter, dienen wij de motie mede namens D66, VVD, CDA en Stadsbelang Utrecht in. De raad eerst aan zet voor een betere recreatieplek. Waarvan het dictum luidt, geen hekken te plaatsen voordat de raad de mogelijkheid heeft gehad om zich erover uit te spreken. Dat is hem. Dank voor het indienen van de motie. Ik zie al direct handen omhoog gaan. Ik zag allereerst de Jan Wijmega van de ChristenUnie aan de rechterkant van de zaal. Wie heeft het woord? Voorzitter. Ja, ligt voorkeur voor rechts natuurlijk, hè. Dat krijg je met zo'n voorzitter. Ja. Voorzitter, de motie en ook de eerder ingediende of de eerdere mondelinge vragen van 4 maart die wekken ook wel een beetje de suggestie dat de raad over individuele vergunningen aanvragen gaat. En dat gaan we niet. We toetsen of het college toetst vergunningen aanvragen aan vastgesteld beleid. En hopelijk niet aan de politieke dagkoers. Dus ik ben eigenlijk wel een beetje benieuwd wat voor resultaat van een raadsdebat de indieners nu voor zich zien als we als raad bij dit soort besluiten in feite wettelijk geen rol hebben. Mevrouw Stukenboom. Ja, voorzitter. En wat we natuurlijk met deze motie vooral willen bereiken is dat we niet zomaar een precedent gaan scheppen. Dat bij iedere melding of een aantal meer meldingen dat we gelijk hekken gaan plaatsen om parken. En dat we juist daar met elkaar een goed gesprek over kunnen hebben. Want dit is niet, het gaat niet over de Munt en over de langtongen daar. Maar dit is natuurlijk een probleem wat eigenlijk veel meer plekken in de stad speelt. En dat gesprek moeten we met elkaar aangaan om het ook op die manier breder aan te gaan vliegen. En om zulke dergelijke casussen, als we die in de toekomst nog meer krijgen, want dat verwacht ik wel met de groei van de stad. Hoe gaan we daar als raad op inspelen? Daar kunnen we wel degelijk iets mee met beleid maken en sturen. Andere vragen? Ik zie de heer Isik, Partij van de Arbeid. Ja, dankjewel meneer de voorzitter. Partij van de Arbeid was degene die gewoon wel de veiligheid en leefbaarheid in het wijk wilde waarborgen. Daarom hadden wij ook de motie en schriftelijke vragen ingediend. Voor de Partij van de Arbeid maakt het echt niet uit, meneer de voorzitter, of dat een hek is, of dat een handhaving is. Wij willen dat er gewoon veiligheid en leefbaarheid daar wordt gewaarborgd. Ik heb eigenlijk een vraag aan een college. Kan de college... Dat kan zo meteen. Oh, sorry. Dus dan heeft u een vraag aan de indiener? Jazeker. Dan zou ik gewoon indieners willen oproepen om de dictum van de motie aan te passen. Nee, dat is een oproep. Heeft u een vraag? Ja, en nou, als u mij even gelegenheid geeft, dan ga ik dat Gaat doen. Gaat u gang. Ja. Waarom in de dictum niet meegenomen wordt dat er gewoon, zoals u zelf zegt, de brede aanvlieg, dat het daar niet in de dictum wordt toegepast. Dat je specifiek hierover hebt en dat je juist het college niet oproept om meer zwemwateren en meer recreatieruimte te organiseren. Waarom heb je dat niet in die dictum meegenomen als dat de oorzaak is van een probleem? Mevrouw Stukenboom. Ja, voorzitter, natuurlijk hebben we hier wel over nagedacht. Maar ja, toen kwam ik erachter, toen ik eenmaal deze motie aan het schrijven was, dat ik eerder een agendering aan het schrijven was. En dacht ik, ja, als ik nu een agendering schrijf voor een commissiedebat, terwijl straks wel die hekken worden geplaatst, dan gaat er toch iets mis. Daarom is dus de eerste stap, naar ons inziens en een aantal andere partijen ook, laten we gewoon daarom eerst een gesprek met elkaar over hebben. Deze casus is de aanleiding, maar we gaan daarna het bredere gesprek voeren. Die agendering voor een commissiedebat komt dan nog. Ik kijk naar de volgende vraag, die is van de heer Van Heuven, Partij van de Dieren. Ja, hierop doorgaand wat mevrouw Stukenboom nou zegt, om hinder te beperken en ook de groen te ontlasten. In hoeverre vindt Studenten Starter en andere indieners dat het plaatsen van hekken wel een tijdelijke noodoplossing kunnen zijn tot het moment dat er bijvoorbeeld meer handhavers beschikbaar zijn? Mevrouw Stukenboom. Moet ik hem even goed begrijpen? Dat hekken een tijdelijke noodoplossing zijn totdat
Nee, ik moet hem nog even een keertje stellen, want ik zit nog even met mijn eigen gedachtenkronkels te Meneer Van Huyck, probeert dit nog een keer. Ik had maar 7 seconden, dus ik moest heel snel zijn. Nee, mevrouw Struikenboom was halverwege hoor. In hoeverre hekken een tijdelijke noodoplossing kunnen zijn tot het moment dat er bijvoorbeeld meer handhaverscapaciteit beschikbaar is. Dus nu eerst hekken, dan praten, dan andere oplossing. Dit zijn denk ik dus juist, hè, nu gaan we toch wel weer de inhoud in, maar dit zijn juist dus de gesprekken die we met elkaar als raad moeten voeren. Wat er nu gebeurt, is dat er zonder, hè, dat dit meerdere belangen zijn afgewogen, al wordt gekozen om hekken te plaatsen. Wellicht kan hier meer handhaving zijn, wellicht zijn er andere oplossingen, wellicht moeten we gewoon meer dicties, prullenbakken plaatsen, et cetera. Maar die mogelijkheid hebben we nu niet om met elkaar te bespreken, omdat er nu een besluit wordt genomen. We plaatsen hekken en that's it. Terwijl wij denken van daar moeten we wel met elkaar het gesprek over aan kunnen gaan. En daar roep ik juist mijn raadscollega's op. Laten we dat doen door met deze motie in te stemmen en dan het gesprek met elkaar aan te gaan. Mevrouw de Koning, GroenLinks. Dank u wel, voorzitter. En op zich vinden wij een goed gesprek altijd een goed idee. Maar in de manier waarop de motie wordt aangekondigd, wordt gedaan alsof dit hele gebied wordt afgesloten. En dat zou GroenLinks ook absoluut niet willen. Want ook wij vinden dit gebied prachtig en vinden het heel mooi dat daar gerecreëerd wordt. Maar het voorstel is om dit tussen 22:00 PM en 20:00 AM af te sluiten. En dat is toch juist een mooi compromis tussen genieten van een gebied, maar niet onnodige overlast voor bewoners creëren. Mevrouw Sukkerboom. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, voorzitter, nu wordt er natuurlijk wel meer een reactie uitgelokt op de inhoud. Iets wat ik juist met deze motie wilde vermijden, zal ik het toch maar noemen. Omdat er ook met partijen onderstaan die niet per se tegen de hekken zijn. En aantal zijn er wel tegen. Dat ze hier in met deze motie de compromis. Maar als ik toch op persoonlijke titel vanuit Student Starten hier een reactie op ga geven. We leven niet meer in de tijd dat we met z'n allen braaf op de bank gaan zitten na 22:00. Er zijn ook gewoon mensen in deze stad die nog wel eventueel een drankje willen doen of buiten nog willen recreëren. En wij denken met het plaatsen van hekken dat het probleem zich elders kan verplaatsen. En dat we denken van waarom zijn er dan geen andere oplossingen? Waarbij we wel degelijk ook wat de bewoners aangeven, dat ze overlast ervaren, serieus moet worden meegenomen. Want zij hebben er overlast van, daar moet ook worden gekeken welke oplossingen er zijn. Maar niet gelijk zeggen, hekken zijn de enige oplossing. Wij zeggen, kijk naar meerdere oplossingen, daarvoor is het commissiedebat nodig. Dank. Andere vragen vanuit de raad? Dat is niet het geval, dan ga ik naar het college. Ik denk dat ik het woord kan geven aan mevrouw Van Hooydonk. Ja, dank u wel, voorzitter. Als wijkwethouder, ik zie uw verbazing. Ja. en volgens mij wordt mij nu vooral even gevraagd om te reflecteren op de motie. Hè? Er werd net al iets over gezegd. Ik vind het inderdaad af en toe wel een wat bijzonder frame. Hè? Want er staan nu hekken. Hè? Het is niet zo dat ze er nu niet zijn. Alleen ze worden genegeerd. Het is nu al verboden. Dus wat we juist doen is openen. De hekken weghalen overdag. Dus even in waar hebben we het over, denk ik wel goed. Het is ook geen openbare ruimte, even voor de helderheid. Kijk, waar bewoners ons om vragen, dat heb ik de vorige keer ook gezegd, is dat zij weer willen kunnen slapen. He, dus het gaat echt over geluid, want er worden ook een aantal andere overlastgevende zaken genoemd in de motie, zoals bijvoorbeeld afval en dat soort zaken. En er wordt een verband gelegd met zwemmen. U heeft informatie ontvangen over zwemwater. Hè. Wij zien ook dat de recreatiebehoefte groeit in de stad en dat we daar wat mee moeten. Dat is natuurlijk nog niet zo eenvoudig, maar daar moeten we wel wat mee. Geldt ook voor überhaupt, hè, groen groeit mee, RSU, barcode. Hè. Dus ja, daar hebben we echt met elkaar een opdracht. Maar om nou te zeggen dat die zwemwater in het geding komt als je de landtongen afsluit na 22:00. Ik denk dat zwemmen vanaf die landtongen, je kunt er wel af, maar je kunt er weer moeilijk op, zal ik maar zeggen. Dus dat lijkt me een moeilijk verband. Het is overlast die al lang bestaat, ook al lang toeneemt. Dus ook dat even voor het beeld. En u bent als raad geïnformeerd, hè? Dat mis ik ook een beetje. In juli in 2020, de heer Isik en ik geloof de heer Van Heuven waren daar initiatiefnemer. En toen hebben we ook al aangekondigd dat we dit onderzochten. Dus blijkbaar is het pas nu het kwartje gevallen, maar u bent geïnformeerd op meerdere manieren. Schriftelijke vragen, mondelinge vragen, dus het kan niet helemaal een verrassing zijn. Desalniettemin hebben wij natuurlijk ook door hoe geïnteresseerd deze raad is in de afweging die het college gaat maken. Ik heb u eerder ook die brief toegezegd, hè, die krijgt u gewoon, hoe die afweging uitvalt en ook met wat extra informatie erin bevoegd over de kosten, eerder al toegezegd. Maar gezien de betrokkenheid van de raad lijkt het me niet meer dan redelijk om te zeggen, wij sturen die brief op basis van het besluit van het college. En geef u kans om erop te reflecteren. Dat lijkt mij prima om te doen.
betekent natuurlijk dat het iets langer duurt. Dat is daar de consequentie van. Maar gezien nogmaals de hitte van dit gesprek en het debat, alle redelijkheid om daar met elkaar over van gedachten te wisselen. En Dank. Wat wordt het dan? Nou, dan kan ik hem denk ik overnemen. Dat is denk ik de ultieme consequentie van deze opmerking. Met alles wat ik erbij gezegd heb. U keek in mijn gedachten. ik ga even van die kant naar die kant om het overzicht te houden. Dan ga ik eerst naar mevrouw Schilderman van D66. Ja, dank voorzitter. Dank voorzitter. Ik begrijp vanuit de wethouder dat zij dus in ieder geval bereid is om de brief toe te sturen. Wel nadat het college er een standpunt over heeft ingenomen. Maar wel dat er voldoende tijd is voor de raad om het nog daadwerkelijk te bespreken. Ik zou dat inderdaad eigenlijk wel graag willen horen of dat dan de interpretatie is die daarbij hoort. En of het college bereid is om in die brief in te gaan op de verschillende punten die net genoemd zijn. En als het college eventueel nog bereid is om dat te doen, om algemeen iets te zeggen over hoe ze omgaan met overlastmeldingen en ingrepen in de openbare ruimte. Ik heb ergens een heel dossier over bankjesverwijdering liggen, waar ik graag ooit een einde aan zou willen zien. Wethouder Noordonk. In het begin van het betoog van mevrouw Schilderman dacht ik nog, ik kan hier eenduidig ja tegen zeggen, maar tegen het eind werd het wel een hele grote scopeverruiming. Dus ik weet niet of ik alle bankjes zorgen van mevrouw Schilderman kan wegnemen of dat het college dat kan in die brief. Maar ik snap dat een aantal leden van de raad ook de verbinding zoeken met überhaupt de recreatiebehoeften in de stad. Hè? Dus... Nou ja, voor de snelheid verwacht dan niet een heel uitgebreid exposé, want dan duurt dat weer langer. Maar ik kan wel toezeggen dat we erop ingaan. En verder bedoelde ik net te zeggen wat mevrouw Schilderman zegt. Dus ja, de toegezegde brief komt na het besluit van het college, maar met voldoende tijd voor de raad om daarop te reflecteren. Dank u. Ik zie meneer Isik, die had net al een vraag willen stellen, maar dan komt er... Ja, nee, maar dat ga ik doen. Ik denk dat het een beetje help beantwoord is. Kan de college echt duidelijk in de brief ook aangeven dat er ook een soort inventarisatie gemaakt wordt van de uitbreiding van het zwemwater en de uitbreiding eventueel van recreatiegebieden? Kijk naar bijvoorbeeld vechtplantsoen in de Zuilen, kijk naar de vechtstrook. Kan het college dat toezeggen dat in de brief daar een ander wordt meegenomen? Wethouder van Noordonk. Dat kunnen we doen met de volgende kanttekening die ik eigenlijk net ook in de richting van mevrouw Schilderman zei. We kunnen natuurlijk refereren naar bijvoorbeeld de zwemwaterbrief, de RSU waarin die recreatiebehoefte staat. Als u van ons nu een heel nieuw exposé verwacht, dan levert dat weer vertraging op. En ik denk dat we daar elkaar geen plezier mee doen. Hè. Dus het zullen weer veel verwijzingen zijn, maar we kunnen er wel op ingaan. Meneer Bos, Stadsbelang Utrecht. Ja, voorzitter, net zoals met parkeren... En parkeeroverlast zie ik hier een toekomstige waterbedwerking van dergelijke inperkende maatregelen. Want wat nu is bij de Munt, dat ontstaat in Kanaaleiland bij het kanaal. En dat gaat zomaar door. Hè? En daar krijgen we ook weer klachten van bewoners. En dan blijf je eigenlijk met verboden werken door de hele stad om de recreatie te kunnen inperken. En dat is eigenlijk ook het gevolg van het ruimtelijk beleid zoals het college dat inzet. En wat is uw vraag? Ik hoop dat het college dat ook zeer zeker meeneemt en desnoods overgaat tot betaald recreëren in plaats van... Heeft u nog een vraag? Laten we maar recreatievergunningen voor uitgeven. Neemt het college dat in overweging? Oké. Okay. Wethouder van Noordonk. Nou, dat zou voor mij heel nieuw zijn als we dat in overweging zouden nemen. Ik krijg al vaak signalen van deze raad dat recreatie vooral heel laagdrempelig moet blijven. Ik zie inderdaad de heer Schipper al gebaren, die is daar altijd de aanvoerder van. Dus volgens mij proberen we het juist voor iedereen toegankelijk te houden. En ik vind het op zich goed nieuws, hè, dat steeds meer Utrechters het fijn vinden om in de openbare ruimte en buiten gebruik te maken van onze mooie stad. Het gaat hier om het juiste evenwicht. En nogmaals, we hebben het vooral over de nacht in dit geval. Ik kijk aan de andere kant van de zaal. Ik zie de heer Van der Marel van de VVD. Ja, voorzitter. Er is genoeg gesproken, denk ik, hierover, ook inhoudelijk inmiddels al. De vraag is, wanneer kunnen wij de brief verwachten van het college? Het had even nodig. Ja, ik wil vooral dat het een goede brief wordt. En ik heb net wat extra opdrachten ook opgehaald, hè, dus dat moet ook even gebeuren. Maar ik denk wel dat dat binnen enkele weken kan. Dus we zijn daar wel ver in gevorderd. Nog even aanvullend. Dat kan natuurlijk niet meer. Hè? Je kunt niet aanvullend stellen, sorry. Dat zijn de regels. Mevrouw de Koning, GroenLinks. Beginnersfout.
Dank u wel, voorzitter. En bedankt aan de wethouder voor de toezegging dat de Raad hier nog een gesprek over kan voeren. Al zijn we wel voorstander van deze oplossing voor nachtelijke overlast, altijd goed om met elkaar te praten daarover. We kregen wel een bezorgde mail van buurtbewoners net nog binnen, die zich zorgen maken dat na jarenlange gesprekken met allerlei instanties deze oplossing nu er weer vertraging zou oplopen. Dus kan de wethouder wel ons verzekeren dat gesprek ook kan plaatsvinden, zodat de hekken geplaatst kunnen worden voordat de overlast deze zomer weer zo'n hoogtepunt bereikt? Hoe erg is de vertraging die zij al aankondigden? Dat zijn er eigenlijk twee vragen, hè? Stiekem. Dus, ik ga voor de eerste vraag. Precies. Maar ik denk dat mevrouw Koning dan ook wijzer is over de tweede. Ja, u vraagt mij bijna om het weerbericht te voorspellen. Want ik vrees dat er een grote samenhang is tussen hoe de zon schijnt en hoe mensen buiten zitten. Dus dat vind ik lastig. Kijk, we hadden met bewoners afgesproken om dat, ik meen 1 april, maar echt aan de voorkant van het seizoen te doen. Nou, dat wordt ingewikkeld als we er een paar weken extra over gaan doen. Maar los van het maken van de brief en eventueel de reflectietijd van de raad, hoeft dat niet langer te duren. Hè, dat zeg ik er ook maar bij. Als het tot een hek komt, want nogmaals, er moet ook eerst natuurlijk nog een collegebesluit overvallen. Dus dit is het scenario dat er dan iets gebeurt. Maar als eenmaal ons soort mensen eruit is, dan is de uitvoering niet meer het probleem. Laat ik het zo formuleren. Dank. Ik ga terug naar de indiener, mevrouw Stukkenboom. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik blijf ook nog een beetje in het kader verduidelijkende vragen. Begrijp ik dus nu goed dat we eerst een brief krijgen, dan kunnen we als raad een commissie of een raadsdebat erover hebben en dan pas kan het college eventueel tot besluit komen, gaan we wel of niet die hekken plaatsen? Gewoon even helder. Een verhelderende vraag. Het woord is aan wethouder van Hoordonk. Nee, het was zoals mevrouw Schilderman zei. Het college neemt een besluit, informeert de raad, geeft de raad kans op reflectie. En als die kans voorbij is of als u gereflecteerd heeft, mocht er dan iets uit te voeren zijn, voeren we het uit. Dat is dan de volgorde. Dan kijk ik u nog een keer aan, mevrouw Stukkenman, om te weten wat u met deze motie gaat doen richting de stemming. Ik heb het met een aantal collega's over gehad. Nou, sowieso dank voor de toezegging en ook het feit dat de motie wordt overgenomen. Dus bij deze trek ik hem dan in. Oké, de motie is ingetrokken.